Als je nog niet gekeken hebt, hè, dan moet je dat gelijk doen. Kijk terug, die uitzending van Studio Voetbal. Ja, dan moet je even kijken met Van der Vaart en de buitengewoon vervelende Van Hooijdonk. Ach, vrienden, wat een schandalige uitzending. Ja, en kijk, Van der Vaart, ja goed, die was een beetje drammerig en die wilde zijn puntje maken en die bleef ook maar een beetje iets te lang doorgaan. Maar ik wil even kijken naar Van Hooijdonk in dit hele verhaal. Ja, kijk er terug, want je bek gaat wagenwijd open. Gewoon pure laster van een hele rancuneuze Van Hooijdonk. Ongelooflijk. Kijk, hij was al bezig met die Maurice Steijn, want daar hebben we het over. De trainer van Ajax. Die Maurice Steijn die was trainer bij NAC in Breda. En die stelde niet Sidney Van Hooijdonk altijd op. En dat kon de Pierre kon dat niet zetten. Als vader. En die ging dus een hele actie beginnen tegen die Maurice Steijn. En die ging iedereen mobiliseren. Sponsors en ook de aanhang van NAC. Hij ging ze vertellen dat die Steijn maar weg moest. En uiteindelijk was dat niet meer te houden. En toen werd hij zelfs bedreigd door de aanhang. En ook in de lokale kranten. Die gingen ook allemaal meedoen met die Van Hooijdonk. En die Steijn die ging weg en moest weg. En die ging naar Sparta. En daar ging hij het heel goed doen, die Steijn. Ja. Die werd zesde en die presteerde gewoon bovenmatig. Het was gewoon tip-top in orde. Maar niet voor de rancuneuze Van Hooijdonk. Die ging weer bij de NOS, bij het Studiosport. Zitten zagen en vervelen dat hij had alleen maar goede spelers. En het succes van Sparta lag absoluut niet aan Steijn. Nou, en nu, ja hoor, nu kwam hij weer. Ja, nu kwam hij weer. Begon hij weer te vertellen dat hij het slecht had gedaan. Zei Van Hooijdonk, die Steijn had het slecht gedaan bij NAC. Die stonden met zo'n halve teen, stonden die bijna onder zijn leiding in de Eredivisie. Ja, is daarna niet meer gebeurd. NAC niet meer in de buurt geweest. En toen kwam hij, de rancuneuze Van Hooijdonk. Steijn is en was niet alleen een luie trainer, maar hij was ook betrokken bij duistere deeltjes met transfer, met makelaars. En dat kwam je maar eventjes vertellen bij Studio Sport. Pure laster, vrienden. Pure laster. Geen enkel bewijs kwam je mee. Niks, nul. Zei alleen maar dat. En dat was het dan. Ja. En de... Dat is onvoorstelbaar, vrienden. Ja, roep maar wat. Zet iemand maar gewoon zomaar in een kwaad daglicht en klaar. En Studiosport, het zogenaamde serieuze Studiosport, zo journalistiek en zo serieus, ja, die geven hem gewoon dat hele plat, die geven hem een platform om zijn rancune bot te vieren ten opzichte van die Steijn. En niemand daar, die Ramhorst of hoe die ook heet, en die Stekelenburg, en niemand zegt tegen hem: kom met bewijzen. En als je geen bewijzen hebt, dan moet je nu je mond houden en excuus maken. Of je woorden terugnemen. Nee, niks van dat al. Laat het maar passeren, ga maar door. Niks aan de hand. Enige die daar nog eigenlijk iets serieus iets over zijn was Van der Vaart. En verder niks. Ongelooflijk, vrienden. Dit is echt, ja, die Van Hooijdonk. Dit is het gedrag van een rat. Dat is het. Het is ratachtig gedrag. Het is geniepig en het is gemeen. En met een rat moet je uitkijken. Dus ik geef als advies mee aan Steijn. Ja, gelijk een advocaat erop zetten. Kom op, breng hem voor de rechter. En dan zullen we zien, ja, wat de rat nog te zeggen heeft.